Yo mensen van de Gijskind. Dus ik zet heel even trouwens mijn Minecraft geluid iets zachter. Wat wij vandaag doen is een modpack. Ja, ik heb... We doen modpack. We doen gewoon een mod. We doen millionaire. En dit is een mod waarbij een soort van gekke villagers... En hier staan allemaal dingen van de map. En dat is wel grappig. Je hebt zeg maar een stad. Hier is een stad. Waarom ligt er een map? Ik weet niet. Hier is een stad. En ja, het is een soort van village. Maar het kan uitgebreid worden door deze mensen. En dat is dus het hele idee van het spel. Kijk, hier heb je ook zo'n pad. Er staan nog een paar bomen op. Beetje irritant. Maar dus het is nu een heel dorp. Ik heb het wel ingespand, zeg maar, door. Want anders moet je een half uur zoeken. En ik denk, waarom zou ik een half uur zoeken als ik ook gewoon nu direct kan beginnen. Dus, oh, ik zit in creative. Sorry, dat was nog van het zoeken naar de map. Nou, van het maken, zeg maar, van de map. Ik zal deze dingen dan ook direct even weggooien. Hier ga ik ze nooit meer krijgen. Zo, en wegwezen. Dus, dit is een beetje wat er gebeurt. Nou, laten we even het huisje ingaan. Dan zie je hier, dus geen construction in progress. Wat ze nodig hebben is ook wood en glas. En nog meer wood. Ja, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar je kunt niet zomaar beginnen. Want je kunt ook geld krijgen, een portemonnee en al dat soort dingen. Maar het eerste wat we gaan doen is gewoon hout hakken. Gewoon alsof het een normale survival is. Het is heel strange. We gaan gewoon, ik denk dat we gewoon ook alle bomen op het pad gaan weghakken, zeg maar. Zodat wordt de stad ook nog mooi. Helemaal goed. Sloop ik bijna door de deur. Als je iets sloopt daarentegen, dus stel je voor ik zou dit slopen, doe je niet. Dus dat gaat gewoon verder met leven, zeg maar. En ze lopen gewoon eroverheen, zeg maar. Dat bouwen ziet er trouwens wel heel strange uit. Want dan staat ze bijvoorbeeld met een schep, zijn ze aan het hakken. Maar dan blijft de deur gewoon staan. En vervolgens verandert dat duurt ineens een hout of zo. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik hoop dat jullie dit een leuke serie... Misschien wordt het geen hele serie. Maar misschien als jullie dit leuk vinden, laat lekker even een like achter. Want dan kan ik verder gaan met dit gekke serietje. Oh, ik zou eigenlijk wel een timmer moeten willen. Dat je van zo'n hout eentje omhakt en dat dan alles opvalt. Oh, het lijkt me echt de hit dat er een Skype-geluidje binnenkomt. Volgens mij is dat niet zo. Nou, tenminste, we hebben nu al flink wat hout. En dan ga je nu zien wat je daarmee kan doen. We gaan naar binnen. Komt de vrouw achter? Ah, hallo, wil je handelen? Ja, oké. Hallo mevrouw. Ik wil wat hout verkopen. Nou, ga je hout verkopen. En dan heb je geld. Wat kan je met geld doen? Andere dingen kopen. Nou, ik denk dat ik nu even wat oakwood ga kopen. Dat krijg je wel minder altijd. Wil je ook nog deze sapling? Hier, alsjeblieft, cadeautje. Hier, zo. Ja, weet je, ik neem ze wel gewoon. Je kunt trouwens ook mensen aan de kant doen, dat is wel grappig. Er is ook één leider van het van de plek, zeg maar. Alleen ik weet niet meer hoe die eruit zag. Ik heb... Even kijken, die daar niet. Oh, chopping wood. Nee, dat is houtwakker. Ze hebben trouwens hele rare gesprekken. Dat moet je maar gewoon lezen, dan zul je het zien. Hoe bizarre gesprekken deze mensen hier hebben. Is dit Oh, sorry. Nee, grapje. Sorry. Dat was een high five. Is dit de baas? Oh ja, ik ben tot nu toe strangers. We are very... Nou, het is dus moeilijk om een beetje bekend te worden. Een beetje vriendelijk gedag gezegd te worden tegen jou, zeg maar. Dus we gaan even een eindje verderop een huisje bouwen. Nou, daar gaan we gewoon wonen, zeg maar. Ik denk dat we dat hier gaan doen. En op een gegeven moment gaan we dat huis slopen. Als we een beetje geld hebben, gaan we dat huis slopen. Gaan we vervolgens bij hun een huis kopen, zeg maar. Dat kan op een gegeven moment ook. Dat is wel grappig. 1, 2,
We hebben nu nog niet zo heel veel hout, dus we moeten straks waarschijnlijk weer hout gaan verkopen. Dus eerst hout hakken. Dat is wel fijn dat je zeg maar output kan krijgen. Ik denk dat ik trouwens eerst even een X ga maken, zeg maar. Want ja, dit speel je zoveel anders dan survival. Het is zo grappig. Zo. Hop. Nou, dit ga ik straks wel even doen. Hier komt mijn crafting table. Oh, dat is mijn crafting table. Ik plaats zo scheef, dat is echt raar. Die ook. Met handen hakken is eigenlijk helemaal niet fijn. Oh ja, ik ben gewoon deze gekke man. Nou, ik ga gewoon een beetje. Je ziet in al dat gehak. Even een houtje hakken. Gaan we even een axe maken. Dat is wel zo handig als je heel veel hout aan het hakken bent. En ik weet niet hoe nodig het is om op een gegeven moment cobblestone te gaan hakken. Volgens mij is dat wel nodig, want deze mensen hier, die hebben pas later een cobblestone farm. Want ja, ze gaan zelf ook zeg maar dingen zoeken. Ik ben niet de enige man die zeg maar voor spullen zorgt. Nou, we gaan dit hakken. Zo. Trouwens, als jullie afvragen waarom ik zo lang niet heb geüpload. Ik was ziek. Ik was gewoon ziek. En gaat lekker. De opname is gelukkig nog bezig. Stel je voor, ben je een half uur aan het praten, moet je de hele opname gaan opnieuw beginnen. Dat heb ik serieus heel vaak meegemaakt in die Minecraft Survival. Had ik gewoon echt 30 keer meegemaakt ongeveer. Nou, 30 keer is overdreven, want dan zou het wel heel ver zijn. Nee, maar ik had echt 5 keer meegemaakt dat ik het gewoon niet had opgenomen. En daarom is er dus tussen 2 afleveringen in 1 keer heel veel gebeurd. Even kijken hoe laat het is. 10:30. Wacht heel even, mensen. Is het gordijn niet dicht? Ik kan er echt geen effect van zien. Ja. Daar zijn we weer. Gaan we weer hout verkopen? Ja, we gaan weer hout verkopen. Naar een huisje. Zo. Wat het fijn is aan hout kopen en verkopen, zeg maar. Je krijgt ook een betere reputatie hier. En dan kun je op een gegeven moment ook mensen gaan inhuren. Zo, wat wil jij? Die. Zo. En dan koop ik er volledig. Hey, je kunt ook normal villagers doen. Want nu zijn we waarschijnlijk al iets bekender bij hun. Even kijken. Hier. We zijn nu nog steeds een stranger. Trouwens even de options. Ik zet het nu nog even op peaceful omdat ik nog geen ene fuck heb. Ik ben er gelachen. Nee. Er zijn hier bedden. Zijn hier bedden? Nee, hier zijn geen bedden. Nou, laat dan maar. Misschien zit daar bedden. Trouwens, deze mensen, als ze nog geen huis hebben, als ze nog geen bed hebben, bedoel ik, slaap ze gewoon letterlijk op de grond. Echt heel strange. Waar is mijn huis? Ik ben mijn huis kwijt. Kijk, je kunt straks. Ik ga even naar deze vrouw achter me. Off to sleep. Ja, ga jij maar lekker slapen. Hier gaan ze op de grond liggen. Ja, ga erin. Kijk. Wacht, moet je even kijken? Kijk, gewoon op de grond. Hier. Misschien komt er nog wel een kind bij. Heb je ook 1 keer in de 2 dagen volgens mij. 2 nachten. Komt er weer een kind bij. Hey, er zijn schapen. Schap. Lieve schap. Jongens, mensen, ik ga heel even de grote laten spreken. Oh, heilige goden, ja. Kijk, de goden hebben gesproken. Kijk of er een nieuw kind is. Nee, geen nieuw kind. Jullie vinden het vast echt. Wit? Ga die hout hakken voordat die verbrandt. Oké, gelukkig is hier geen bos. Ik vind het zo eng. Hier rondlopen. Ik weet niet, ik viel volgens mij net echt in de lava.
Goed, ik ga even zoeken naar mijn huis. Want dat ben ik nu alweer kwijt. Je kunt volgens mij ook eten kopen. Ga ik ook doen, denk ik. Waar is mijn huis, man? Kerel, man. Hoe is het mogelijk, gek? Is het niet hier ergens? Yo, ik moet echt... Ik moet echt even... Oh ja, hier is een map. Dat is trouwens ook heel fijn, mensen. Dit is een map. Zo. Die. Village map. Kijk. Hup. Dan kun je even kijken. Waar staan die drie palen van mij? Het was een beetje aan de zee waar ik zat. En ik ben nu... Ja, ik ben nu hier, zeg maar. Als ik daar uitloop, dan moet ik dus naar links. Oké, dus dan moet ik direct naar links. Hier. Als het goed is, is hier mijn huis. Ja hoor, zie je? Je kunt dus op die map een beetje kijken waar je... Waar, ja, het is gewoon een map eigenlijk. Dat is wel fijn. Op een gegeven moment kun je ook zelf een map kopen. Maar dat gaan we nog even niet doen, denk ik. Zo. Zo, zo en zo. Nou, het is echt een bar klein huis. We doen het er maar even mee. Het is echt heel klein. Zo. Ik probeer altijd direct een beetje een woonbaar huis te maken, zeg maar. Zodat het niet fucking lelijk is. Alleen is dit wel behoorlijk lelijk. Dan gaan we nog even een deurtje maken van spruce. Ik weet eigenlijk niet hoe deze deur eruit gaat zien. Oh, wacht. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik speel dat ook in 1.7.2. Even dat jullie het weten. Dus we gaan ook nooit shawarma eten. Het is jammer. Ik speel in 1.7.2 omdat ik gewoon echt geen 1.8 millenaar kon vinden. Ik kon ook 1.7.10 doen, maar 1.7.2 is zeg maar de mod version van 1.7, zeg maar. Jullie snappen wat ik bedoel. Nee, ik snap het eigenlijk ook. Ja, ik snap het een beetje. Laten we daarop houden. Het is zeg maar de... Laat maar. Maar nu hebben we dus ook, dat is wel fijn, vind ik. We hebben niet allemaal kleuren met deuren. Dat ruimte. Oh mijn god. En je kunt hier ook geen... Waarom kun je geen deuren stekken? Maar de... Beuken. Houden jullie ook zo van aarde? Want er zijn heel veel items die je kunt krijgen. Je kunt ook zwaarder aan deze mensen verkopen, weet ik. Je kunt nog veel meer verkopen. Nou, ik denk dat ik dit hele bovenste ding gewoon even hier van ga maken. Zo. Nou, dit is mijn mini huisje. Waarom maak ik het zo mini? Ja, we hebben toch niet echt heel veel nodig. Ik hoef eigenlijk ook geen mooi huis. Ik weet niet waarom ik er dan nog lang mee bezig ben. Het is geen eens mooi. Nou, laten we dan weer wat aarde gaan... Aarde verzamelen. Goed. 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 You're right. Normaal verzamel ik geen aarde, maar vandaag... Speciaal voor millenair... Verzamel ik aarde. Wat vinden jullie trouwens van deze kleur hout? Ik vind het nog best wel mooi hoor. Het is helemaal niet zo lelijk als de meeste mensen zeggen. Oké, gaan we nu even boompje omhakken. Echt, je kan steeds minder bomen zeg. Zo. Oh, ik weet nog niet wat fijner is op je opnameschermen kijk. Als mensen, voor de mensen die willen weten waarom het geluid nog steeds zo slecht is. Nou, die mensen moeten hun mond houden. Ja, maar ik denk dat op rond 24 oktober, rond die tijd denk ik dat het een beter geluid komt. Moeten jullie raden wanneer ik jarig ben? Ja, oké. Okay. Dan gaan wij nu dit bouwen verder. Zo. Oppo. Ik plaats scheef de dingen. Oké, hup.
Gaan we het gat in. Ook niet zo fijn. We gaan ook nog dit omhakken. En dan is het wel klaar. Ja, die ramen, dat gaan we misschien nog wel, misschien nog wel een keertje doen. Nou, dit is mijn huis. En we gaan een nieuwe ex maken. Zoveel exen. Zo grappig. Want deze ex, die is nu bijna kapot. daarom is het nu onze ex-ex. Grappig, hè? Nou is helemaal onze ex-ex. Sinds wanneer kunnen kippen zwemmen? Ik weet niet of kippen kunnen zwemmen, maar ze kunnen wel een tik krijgen. Potverdikkende klote beesten. Kun je hem serieus met één slag kapot maken? Niet slecht, niet slecht. Ja, jullie denken, waarom ben je nou al die zielige beesten aan het vermoorden? Dat ik dit ei dan kan gooien. Dat heeft er niks mee te maken. Ga dood. Sterf. Vuile kip. Ik zie er echt uit als een maniak waarschijnlijk. Sterf. Oké. Dat is gelukt. Op deze beesten. We zitten al in een nieuw level bijna. Oké, ik denk dat we er wel genoeg vlees hebben. Kijk, nu gaan jullie zien waarom ik zoveel vlees nodig heb. Wat trouwens ook wel fijn is aan 1.7.2. Je kunt niet gepotioned raken door vlees. Huh? Ik dacht het niet. Ik dacht tenminste dat je niet gepotioned kon raken door vlees. Maar dat was wel zo. Oh, ik stink helemaal. Godverdamme. Dirt. Nou, hakken. En hakken. Oké, we zijn dus nu een beetje poisoned. En wat wij nu gaan doen is we gaan een beetje hakken in de grond. Zo. Time to mine. Even kijken, zullen we als missie doen, zeg maar, dat we alle achievements hebben? Dus dan zullen we op een gegeven moment ook... Nou, dit achievement is voor mij een beetje onmogelijk. Dit is toch zo'n eindachievement. Kijk, dit is ook zo'n eindachievement. Heb een diamond sword, denk ik. Wat? Dit is ook zo'n eindachievement. Requires... Sniper duel. Oh, dat is waarschijnlijk dat je met zo'n een of andere beest moet vechten. Een zadel. Wat? Een big fly? Oké. Nou, dit zijn dus alle achievements. Dan kun je nog een Minecraft. Oh, maar je hebt ook nog eens millionaire achievements. Oh, maar dat is wel lachen. Attila. Oh, ja, dit vind ik heel leuk. Dat we heel veel achievements erbij hebben. Goed, we gaan hakken in de grond. Trouwens, ik weet nog dat toen ik Minecraft kocht, een paar jaar geleden, toen was er een beddenbug. De 1.7 beddenbug. Dat was die ene bug. Dat bedden er heel raar uitzagen. En die gaan we nu terugzien. Leuk, ja. Nee. Wat is daar leuk aan? Is het niet? Nee, is niet leuk. Grappig. Leuk. We zijn er bijna. Waar zijn we bijna? In de grond. Oké. We zijn boven de grond. En wij hebben geen eten meer. Dat is fijn, zei buurman Mol. En waarom is buurman Mol in dit gesprek? Hot topic. We hebben eigenlijk, zeg ik vind, ik heb nog nooit aan het begin van een survival zo veel achievements gehaald. Oké, mensen, we gaan nu deze kool krijgen. Die doen we hierin en dan komt er allemaal kool.
En dan kunnen we gaan bakken en stuff like that. En we hebben echt al heel veel saplings. Kunnen we die niet doneren aan het dorp? Saplings, doneer nu. Bestrijding tegen het uitsterven van de sapling. Dat is echt helemaal 2014. Waarom zei ik dat spotterend? Omdat ik gek ben. Zo mensen, hoe lang is de opname al bezig? 20 minuten al mensen. 20 minuten al. Maar ondertussen ga ik gewoon lekker door. En weer spreken de goden. Het is toch ongelofelijk. Zo mooi. Kijk dan, poef, het is weer dag. Geweldig, hè? Ja, vind ik dus ook. Oh, kan dat hout even opschieten? Dan gaan we ondertussen even kijken. Oh, kut, zijn we nog hout nodig voor villagers? Dit spul erin. Dan gaan we straks eten. Wat gaan we eerst doen? Hakken. Nog meer hakken. Een boompje kan er nog wel bij, hè? Zou je zeggen. Ja, toch, ik vind het niet nog zo. Ja, we zijn. We hebben weer hout. Gaan we dan straks weer verkopen. En dan hebben we geld. En dan hebben we betere reputatie met de miljonairs. Het zijn trouwens Normanen. En ze praten dus Frans. Maar het is ook nog vertaald in het Engels, zeg maar. En dan zou ik het vervolgens ook nog kunnen vertalen in het Nederlands. Of ik zet deze Minecraft gewoon op Nederlands. Zou dat willen jullie dat? Kunnen we een beetje kijken naar de rare gepraat van die mensen. Dan moet hij even op Nederlands. Waar staat hij? Nederlands. Vertalingen zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig. Vervaardiging. Vervaardiging. Oven. Oké, ik... Hoe zou... Keisteen! Houten bijl, stok, klaproos, rauw varkensvlees, gebraden kip. Ik vind het helemaal mooi. Een veer. Spargenkief. Oh god, dit is zo mooi. Nou, mensen. Gaan we nu kijken hoe het... dit hier... Kijk, nu ga je zien hoe ze praten. Hallo. Ze willen niet praten. Goed, dan praten jullie lekker niet, potverdikkeme. En jullie. Weg om te praten. Ja, maar ze hebben geen Nederlandse taal. Oh god, wat erg. Eikenhout. Kijk, dit hebben waarschijnlijk wij allemaal gegeven. Verdikkeme. Hoe je deze kopstuk om? Of al deze sperrenhout? Kan ik dan wat eten van jou kopen? Of iets dergelijks? Gaan we gewoon niet naar... Hoeveel kost... Oh, je moet echt een van ons reputatie hebben. Norman Buildings. Je mist 53 deniers. Kunnen we niet een portemonnee... Oh, dan moeten we echt... Portemonnees zijn duur, zeg? Poh. Wat gaan we eigenlijk doen nu? Wat moet ik nu gaan doen? Ik ga denk ik... hout hakken. Oké mensen, zijn we weer. Ik heb het hout geschakt. En was zoveel. Ik dacht, jullie willen er wel bij zijn. Tot ik het verpats aan de mensen. Dus we gaan het verpassen aan de mensen. Trouwens, wat vinden jullie van deze mod? Ja, aan het begin trouwens. Moet ik wel even zeggen. Is het altijd een beetje van... What the fuck moet je doen? Aan het begin weet je niet wat je moet doen, zeg maar. Trouwens, hoeveel geld heb ik? Dit is een denier agent. Ik moet nog heel veel deniers. Denier. Ik denk dat ik een wolletje ga kopen. 3 wol. Voor de rest wil ik nog wel wat Norman Villagers gaan verkopen. En we gaan deze kopen. En we gaan deze kopen. Zo goed. Gaan we nu kijken wat onze status ondertussen is. Ik ben nog steeds een vreemdeling.
ga nog even iets verpatsen. Of kopen of iets. Kopen wat hout van. Oh, ik heb alles gekocht. Oh, het hout is alweer op. Je mist één denier. Dat kost twee denier. Een dirt wall. Heb ik nu wel genoeg? Even kijken, hoe gaat dat trouwens met hun gebouw? Oh ja, ze hebben nog meer eikenhout nodig. Heel veel eikenhout. Hout, alle ja, daar hebben ze genoeg van. Eikenhout willen jullie, jongens. Nou, ik weet wel hoe ik dat ga jatten. Het was linksaf, weet je nog. We gaan het straks jatten van hun. En dan gaan we ook saplings krijgen en dat soort dingen. Wat ik dus heb is wol. En jullie raden al waarvoor ik dat heb. Voor een bedje. We hoeven niet meer te cheaten. Fijn, hè? Ik bedoel maar. Goed. Kunnen we ook direct even onze... Je kunt alleen 's nachts slapen. Je kunt alleen 's nachts slapen. Je kunt alleen 's nachts slapen. Ik heb het volgespend. Oh, we hebben nog een gebraden varkensvlees. Goed, dan gaan we even alle dingetjes bekijken. Zo. Goed. We beginnen met de Norman Villagers. Geen zin om te kijken. Maar dit zijn dus de mensen die hierin wonen. Er zijn miljonair inwoners. Er zijn dus 1, 2... Oh nee, nee, wacht. Het zijn gewoon de mensen. Ja, nou, dus dit zijn de gebouwen. Wat heb ik hier aan? Oké, miljonair items. Ik heb dit werkelijk voor helemaal niks verkocht. Misschien kan ik trouwens ook nog ooit de inventory tweaks nemen. Dat is wel lekker. Hoeft gewoon een beetje niks te doen. Goed, de kist. Bam 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 bam. Ja, goed. We zijn nog niet bekend bij hun en we moeten nog veel meer geld hebben en zo. Dus wat we even gaan doen is we gaan een beetje een pickaxe maken. En daarvoor hebben we dit nodig en dit en al dat soort dingen. Oké, het eerste wat we gaan doen is zo, bam, en dan half. Oh, dit is een mooie stok. Kijk, het is half dat, half dat. Dit zijn de mooiste stokken, de halfstokken, zeg maar. Hey, halfstok, dat is iets. Het is iets wat kan, zeg maar. We gaan de stenen houweel niet verbruiken, want dat wordt een soort van heilig monument-achtig iets. Geen idee waar het op slaat, maar het is wel zo. Ik hoorde daar zo'n heel mooi, creepy Minecraft geluidje. Ik haat dat geluid. Echt. Die trein is zo scare. Oké, we zijn ondertussen lekker bezig aan het minen. Ik sta voor een camera. Dat klopt niet. Ik sta normaal niet voor een camera. Ik zit al... Eigenlijk is het... Het idee is zo skeer dat ik tegen mijn computer aan het praten ben. Ja, eigenlijk... Ja, ik ben tegen mijn computer aan het praten in principe. Bij Skype heb je nog wel echt dat je tegen iemand praat, maar... Nu heb ik echt het gevoel alsof ik tegen mijn computer sta te praten. Het is zo... Raar. Niet leuk. Hoeveel... Ja, waarom had ik dat koppel allemaal? Omdat zij, ga dat natuurlijk wel even van mij kopen en dan kunnen ze weer wel mooie huizen. Hoe gaan we trouwens eikenhout? Oh ja, dat was ik net van plan. Ik ben allemaal dingen van plan, volgens doe ik ze niet. Dom. Oké, mensen. We hebben al flink wat hout. Hout? Dat is geen eerder hout. Tenminste... IJzer ga ik even pitten ook, denk ik. Is wel fijn. Het is echt veel te donker om te overleven. Je kunt alleen slagsnapen. Je kunt alleen slagsnapen. Zou er ook een mob bestaan die more achievements heeft? Dat zou op zich helemaal niet zo'n slecht plan zijn. Als die nog niet bestaat, dan ga ik hem maken.
Denk je dat ik kan programmeren? Oké. Nee, dat kan ik niet. Nee, nee. Dat is iets wat ik niet kan. Programmeren. Nee, dat kan ik niet, jongens. Oké. Laten we weer even bomen gaan verwijderen in het bos die niet fijn zijn. Oh nee, wacht. We gingen eerst hun bomen jatten. Ja, dat hadden we zo afgesproken. Goed, jongens. Ik mag toch wel één boompje hebben. Zou die hier saplings in zetten? Nee. Kijk, je kunt er ook je kunt er niks in dumpen. Je kunt er, Goed, we gaan even één boompje omhakken, jongens. Sorry. Zit hier ook gewoon iemand te hakken, hè? Hé. Hey. Die wou ik. Oké, ik ben gewoon een beetje de saplings. Ik ben niks aan het doen. Nee, niks. Ik was niks aan het jatten. Echt niet. Zie je, zo zie je hoe makkelijk je dingen kunt jatten van andere mensen. Dat is wel lekker. Ik vind het trouwens toch nog irritant, ook al hebben we deze mooie sapling in onze hand. Waar is het met de hakken? Ik maak je zo nieuwsgierig. Hé, hey, meneer! Heel even dit ding. Zal ik toegestaan? Oké, zo. Ja, goed zo. Dank, meneer. Dat was gemeen. Oké, die wil ik ook nog wel. Het is toch wel grappig dat je dingen kan jatten. Ik bedoel, het is helemaal niet zo stom. Gaan we verder aan ons huisje? Nee, we gaan niet verder aan ons huisje. We gaan een beetje een bomenfarmpje. Want we hebben hier echt duidelijk een tekort aan bomen. Zeg maar eerlijk, jongens, dat is zo. We hebben een tekort aan bomen. En daarom gaan wij hier een bomenfarm maken. Want wij zijn er veel beter in dan zij dat zijn. Dus dat gaan wij even doen. Dit blokje hout. Oh, jongens. Iedereen van jullie heeft toch wel ooit Minecraft PE gehad? Ik bedoel, het is dat shit. Weet je nog die goede oude tijd dat je tegelijk op, weet ik veel, diamonds ging klikken en dat je ze allebei kreeg en dat het de enige manier was om te cheaten? Dat je niet slash gif meneertje poe dit, zeg maar. Dat kon toen niet. Nou, dat kan nu nog steeds niet bij dit klote spel. Maar dat was zo leuk. Oh, ik heb dat echt zo vaak gespeeld, hè. En dan met zo'n wereld. Oh, en dan was die nog gewoon nog in een stad bouwen. Het was echt helemaal gekkigheid. Waar is die andere boom nou? Oh, die is daar. Goed. We krijgen heel veel saplings van deze boom, maar we willen deze boom. Niet, we willen deze boom weg. Oh, de opname duurt echt al 10 minuten lang. Maar mensen, dit is een soort van XL-aflevering dan. Alsjeblieft, jongens. Alsjeblieft. Ik weet niet tot in hoeverre jullie het fijn vinden om een XL aflevering te zien, maar dat is het wel. Dit kon je toch zo hakken? Oh, dat is zeker een nieuwe update of zo. Dat het nu niet meer kan. Stom. Zo. Nou, dit hout heb ik eigenlijk niet nodig. Dit was meer om ze weg te ruimen. Maar nu we het toch hebben. Hé. Hey. Trouwens, iemand gaf mij ook een keer een opdracht om gezichtsveld creepy te maken. Jongen, alsjeblieft hier. What the fuck? Nou, ik ga dit even gewoon zo spelen. Dit is gewoon wel grappig. Maar dit was dus een opdracht voor mij. Oh, dit lijkt alsof als op een speedrun of zo, terwijl je helemaal niet snel gaat. Oh, dit is zo. Hey, kijk, er is een kind geboren. Yeah, joehoe, aha. Oh, dit is zo spacey. Oh, god damn it. Oeh, het lijkt echt alsof ik heel lang ben. Heb ik nog Optifine? Nee, die heb ik niet aanstaan. Oh, ik kan deze niet openen. Crafting table wel. Gesloten kist, alles. En, wat heb je meer? Ja. Als je even een tijdje niks doet, beginnen ze te springen. Ja, contact. En laat ik dat eikenhout niet kopen, want ze hebben net 81 eikenhout en dan koop ik het weer. Zonde.
Ik denk dat we serieus al dat sparrenhout gaan inkopen. Nee, dat is zonde. Een worteltje. Een worteltje voor de dorst. Kijk, wat is dit? Oh, een cider apple, dat is lekker. Oh, nou weet ik weer wat je kunt doen als je niks te doen hebt. Nog eerst even een paar worteltjes kopen en dan gewoon een pad. Zo. Als je niks te doen hebt, moet je het doen. Yo mensen. Wie wil dat ik iets ga doen voor jullie? Zo, jij iets? Heb jij een quest? Heb jij een quest? Nee. Kijk, op een gegeven moment gaan die mensen ook quests hebben. Maar ik weet niet of je daar niet een rang voor moet hebben, zeg maar. Mogelijke huizen. Wil zij niet iets? Hier, alsjeblieft. Jij. Oh, kijk. Houthakken zo zwaar als iemand met een fles cider. Sluiten. Dus dat is Erwin. Buggerom. Oké, okay. Erwin Buggerom. Wij gaan even een drankje voor je halen. Wat houdt het nou? Cider? Mevrouw, kom hier. Ik wil cider kopen. Cider. Wat is dat spul? Oh, het is niet te koop. Oh ja, nou weet ik het weer. Er was er iemand en die ging het dan verkopen. Oh ja, ja, dat heb ik vroeger heel vaak gespeeld. Dus daarom weet ik deze onzin allemaal. Hier, mag ik een drankje van u? Even kijken of ik hier... Nee, hier zijn geen mensen waarmee ik een cidertje kan krijgen. Ja, hier zijn dus heel veel mensen die een quest hebben of iets dergelijks. Met darwen, geen cider. Anders zou ik hem misschien nog kunnen mollen of zo, die chest. Dat ik het gewoon krijg. Best wel aso, maar kunnen we gewoon doen. Even kijken hier. Heb jij een drankje voor mij? Ja, sluiten, want ik... Deze man, kerel man. Ik begin trouwens steeds meer te wennen aan dit. Ik denk dat de volgende keer als ik het gewoon weer normaal speel, zeg maar, dat het dan heel erg raar gaat aanvoelen. Wow, dit is spacey. Goed, je gaat heel snel rennen en springen van deze optie, zeg maar. Ja, ga maar niet springen. Ik weet dat je bestaat. Goed, ik ga keistenen verkopen. Oh, ik krijg een denkmagine. Waarom heb ik eigenlijk die gravel gekocht? Kan ik geen cider verkopen of zo? Missende uitrusting. Niet meer op voorraad. Stenen zijn ook niet meer op voorraad. Goed. Wat hebben ze nog nodig voor dat ene gekke ding? Ze hebben hout van alle. Oké. Ik denk dat ik jullie op een gegeven moment ook dit ga verkopen. Eikenhout. Hoe gaat het trouwens met mijn boompjes? Er zijn waarschijnlijk nu wel eentje gegroeid, zou je zeggen. Zou wel zo logisch zijn. Damn it. Oh kijk, hier zijn heel veel van die boompjes. Ik heb echt geen idee. Jongens, ik heb een boompjesverzameling. Ja, echt wel. Dat wisten jullie niet, maar die is wel... Zo ziet mijn huis er zo agressief uit. Met die stand. Wauw. Oké, ik kijk mijn boompjesverzameling dan eens glimmen. Is die nou gegroeid? Ja, aanvallen! Hey, ik heb weer een boompie. Kijk, dat zijn dan de boompjes die ik nodig heb. Zo. En wachten tot er een sapling uitkomt. Nou, binnenkort zullen deze twee jongens ook wel een keer gaan groeien. Ik hak even deze weg. Dan kijk ik of ik daar nog saplings kan vinden. En dan stop ik de opname, want ik zie dat we al 40 minuten aan het opnemen zijn. Zo. Goed. Hup. Ja, natuurlijk is het wat stuk eruit. Nou, tenminste, zijn we een tijdje aan het opnemen. Ja hoor. We hebben nog een sapling key erbij. Nog een sapling key en nog een sapling key. Gaan we die plaatsen. Deze mooie jongens. En mensen, ik denk dat we dan weer klaar zijn voor vandaag. Eigenlijk. Toch? Doe. Ik ben gedaan te worden. Ja, nog een onderdeel van mijn boompjesverzamelingen, mensen. Ik zeg dan maar, doei!